Kom eens kijken hoe een BTW ingeslote waarde te berekenen. Zo, een paar schoenen kost R1,750. BTW uitgesloten. Dit wil zeggen, daar is geen BTW op die schoenensprijs neemt. Die vraag vraagt voor ons, bereken die BTW ingesloten prijs van die schoenen? Nou, wat ons dan gaan doen, is een methode wat elke keer voor jou zal werken en het zal die perfecte methode wees voor jou om te gebruiken. Want dit is deel van die modelletje wat ons ontwerp het. So kom ons kyk na die pen wat ek het hier. As jy kyk na die pen, dan sal ons sê, dit is die volle lengte van die pen. So dit beteken, dit is al 100% van die lengte van hierdie pen wat ek het. Maar wanneer ek die dopje opzet, dan wat het gebeur met die pen? Die pen het langer geword. So 100% van die pen se lengte, plus die dopje. So die dopje verteenwoordig die BTW. Die pen verteenwoordig die oorspronkelijke prijs sonder BTW. En saam is dit die oorspronkelijke prijs plus BTW. Dieselfde kan ons sê van die prijs. So die 1,750 is die oorspronkelijke prijs van die skoene. Dit wil sê, dit is 100% van die huidige prijs van die skoene. Natuurlijk moet ons BTW bijvoeg, so ons plus 15% BTW by. Dit wil sê, die BTW ingeslote bedrag gaan dan 115% wees. Natuurlijk gaan jy nou die 115 herlei na 'n decimale getal, wat gaan wees 115 oor 100, en dit is gelyk aan 1,15. Ons wil by die 1,15 uitkom, want daardie getal is belangrik en dit maak die berekening baie makkeliker vir ons. So nou kan ons verder gaan en sê, ons vat die prijs van die skoene wat die R1,750 is, en omdat die prijs meer raak, gaan ons vermenigvuldig. So vermenigvuldig sê vir ons dat die prijs moet meer raak. So ons vermenigvuldig met 1,15 en die nieuwe prijs gaan dan wees R2,012,50. Wat die waarheid is, want die prijs het meer geword, omdat ons BTW bijgevoeg het. So dit is hoe jy die BTW ingeslote bedrag bereken. Jou antwoord moet altyd meer wees as die bedrag waarmee jy begin het.